De afdeling verkeer van het Korps Politie Suriname geeft tegenover onze redactie aan dat er nog ruim 4700 rijbewijzen niet zijn afgehaald. Hoofdinspecteur van politie en chef verkeer Audrey Bildstro-Jaime zegt dat de politie op verschillende manieren probeert de samenleving te informeren om hun rijbewijs op te halen. Eerder is er vanuit de leiding van het KPS vaker aangegeven dat er geen materiaal was om nieuwe rijbewijzen te laten drukken. Het is nog steeds het geval. We hebben in mei van het jaar een hoeveelheid materiaal gekregen. Daarmee hebben we dus de achterstand voor wat betreft het uitprinten van rijbewijzen voor de beginnelingen, althans degene die voor het eerst een rijbewijs behaald hebben. Die mensen zijn dus geholpen. We hebben die achterstand ingehaald. De geslaagden tot en met juli 2003 beschikken dus nu al over hun rijbewijs. En we zijn dus ja, door die voorraad heen. Ja. Het wordt zoals gebruikelijk, worden ze voorzien van een, het wordt verlengd, maar ze kregen dus niet een kant-en-klaar rijbewijs. Ze kregen dus een strookje, welke aangehecht wordt aan het rijbewijs, waarmee ze dus deel kunnen nemen aan het verkeer. Eigenlijk zeggen we dat ze kunnen dan rijden met dat strookje. De politie probeert de samenleving nu ook tegemoet te komen door ze niet alleen via de website, maar ook op de Facebookpagina van het korps de informatie te doen toekomen over de rijbewijzen die kunnen worden opgehaald, zegt Bildstro-Jaime. Makkelijker is op die manier, vanwege het feit dat een ieder, zelfs de jongste onder ons, de kleinste onder ons, gaan op Facebook. En dan dus willen wij het verzoek doen aan ze dat ze dus die informatie daarop plaatsen en waardoor de mensen dus makkelijker aan die info kunnen komen. Maar dat doe ik ook het beroep op die mensen om daadwerkelijk te komen om het rijbewijs op te halen. Want de rijbewijzen stapelen zich op hier. Men komt in. Men klaagt zoveel over het strookje. Men klaagt zoveel, maar men komt die rijbewijzen gewoon niet ophalen. Niet alleen de normale rijbewijzen stapelen zich op, maar ook van de internationale rijbewijzen zijn er enkele tientallen die nog opgehaald moeten worden.